はい。Ik heb ze. De Halo Glow dingen. Hoe heet het? It's the Halo Glow Beauty Wand. Dus die gaan we gebruiken. Ik heb ze al gebruikt. Het is geen eerste indruk. Dus het is ook niet eerlijk als ik zou zeggen wat vind ik ervan. Want ik vind ze heel fijn. Ik hou van die grijze tint van contour. Ja. Deze is een beetje veel. Dat kan ook gebeuren, hè? Yeah. Ja, ik hou van die grijze tint. Dan heb ik de blush. Oh, de contour had ik trouwens in de lichtste kleur. Dan heb ik de blush in de kleur Candlelit. Dat is een hele lichte peachy kleur. Het is echt heel licht. Als je houdt van heel veel blush, zeg maar, neem dan een donkerdere kleur. Want dan ga je hier gewoon niet genoeg pigment uithalen, denk ik. Voor de dagen dat ik echt weinig op heb, zeg maar, is dit voor mij meer dan genoeg. En dan Ja, dit is de contour is de kleur Fair Light. En dan heb ik de blush in Candlelit. En dan heb ik de highlighter in Champagne. Oh, er komt nu ineens heel veel uit. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ja, dat is dus het nadeel met die sponsjes. Als je dan iets te hard knijpt, dan krijg je dit. Maar hij is wel heel mooi. Het is allemaal heel mooi en subtiel, zeg maar. Ja, en nou heb ik heel veel over. En dat is echt heel erg zonde. De tubetjes zijn niet zo groot. Hoeveel zit erin? ml. Dus ja, het is niet zo groot. Je hebt ook niet heel veel nodig. Maar kijk. Het is gewoon idiot-proof. Het is... En klaar. Ja, dit, wat moet ik ervan zeggen? Ik vind ze echt geweldig. Ik ben heel blij dat ik ze uiteindelijk toch gekocht heb. Ik heb heel lang getwijfeld, want ik had die van Revolution ook al. En ik heb genoeg make-up, maar ik ben toch blij dat ik ze, gekocht heb. Want ik vind ze heel fijn. Goed.
dat was hem voor vandaag. Even een snelle. Maar ik vond het wel leuk om even mee te delen. Zie ik jullie graag de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!